Vanmorgen wil ik met jullie spreken over het thema Heb je mij lief? Heb je mij lief? En voordat we daar naar gaan kijken, wil ik graag eerst met jullie bidden. Koning Jezus, dank u wel. Dank u wel dat u hier bent. Dank u wel voor uw genade. Dank u wel voor uw liefde. Dank u wel voor uw woord. En dank u wel dat we vanmorgen mogen kijken naar uw woord. Mogen onderzoeken. Mogen proeven. Mogen eten. En Heer, wilt u onze inspiratie zijn? Wilt u door mij heen spreken op dit moment? En Heilige Geest, u bent welkom in dit huis. En beweeg. Beweeg. In Jezus' naam. Amen. Heb je mij lief? Dit is de vraag die Jezus 3 keer aan Petrus stelt. Als hij voor de 3e keer aan zijn leerlingen verschijnt. En wat we zien is dat Johannes zijn getuigenis hiermee afsluit. Dus het is het laatste hoofdstuk. En misschien zag Johannes het zelfs wel als een conclusie of een samenvatting van zijn getuigenis. En het is een verhaal waarin de liefde tussen Jezus en zijn leerlingen opnieuw zichtbaar wordt. En waarin we zien hoe bewogen Jezus is met zijn gemeente. Maar ook hoe hij laat zien hoe we het eerste en het belangrijkste gebod zichtbaar en tastbaar kunnen laten zijn in ons leven. En wat is het eerste gebod? Heb God lief boven alles. En het tweede is daaraan gelijk. Zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Heb uw naaste lief als uzelf. En Jezus die voegt daaraan toe, deze 2 geboden zijn de grondslag van alles wat er in de wet en de profeten staat. Dus de grondslag is liefde. En ik wil graag met jullie lezen een heel stuk. Maar dat kunnen jullie. Dus ga maar even rechtop zitten allemaal. En we gaan samen lezen Johannes 21. Hierna verscheen Jezus weer aan de leerlingen. Nu bij het meer van Tiberias. Dat gebeurde als volgt. Bij het meer waren Simon Petrus en Thomas, dat betekent tweeling, Nathanael uit Cana in Galilea, de zonen van Zebedeus en nog 2 andere leerlingen. Petrus zei, ik ga vissen. Wij gaan met je mee, zeiden de anderen. Ze stapten in de boot, maar de hele nacht vingen ze niets. Toen het al ochtend werd, stond Jezus op de oever. Al wisten de leerlingen niet dat het Jezus was. Hij riep, hebben jullie soms iets te eten? Nee, antwoordden ze. Gooi het net naar stuurboorden uit, riep Jezus. Dan lukt het wel. Ze wierpen het net uit en er zat zoveel vis in dat ze het niet omhoog konden trekken. De leerling van wie Jezus hield, zei tegen Petrus, het is de Heer. Zodra Simon Petrus dat hoorde, schortte hij zijn bovenkleed op, meer had hij niet aan, en sprong in het water. De andere leerlingen kwamen met de boot en sleepten het net vol vis achter zich aan. Ze waren niet ver van de oever, ongeveer 200 el. Toen ze aan land kwamen, zagen ze een vuurtje met vis erop en brood. En Jezus zei, breng ook wat van de vis die jullie net gevangen hebben. Simon Petrus ging weer aan boord en trok het net aan land. Het zat vol grote vissen, wel geteld 153. En toch scheurde het niet. Jezus zei tegen hen, kom, eet iets. Geen van de leerlingen durfde hem te vragen wie hij was. Ze begrepen dat het de Heer was. Jezus nam het brood en gaf hun ervan. Hij gaf hun ook vis. Dit was al de 3e keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen nadat hij uit de dood was opgestaan. Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan. Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief? Meer dan de anderen hier?
Petrus antwoordde, ja Heer, u weet dat ik van u houd. Hij zei, wijd mij lammeren. Nog eens vroeg hij, Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief? Hij antwoordde, ja Heer, u weet dat ik van u houd. Jezus zei, hoed mijn schapen. En voor de derde maal vroeg hij hem, Simon, zoon van Johannes, houd je van me? Petrus werd verdrietig, omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei, Heer, u weet alles. U weet toch dat ik van u houd? Jezus zei, wijd mijn schapen. Waarachtig, ik verzeker je, toen je nog jong was, deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde. Maar wanneer je oud wordt, zal een ander je handen grijpen, je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt. Met deze woorden duidde hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. Daarna zei hij, volg mij. Tot zover. Jezus is opgestaan uit de dood. Hij is tot dan toe 2 keer verschenen aan zijn leerlingen. Ze zijn vervuld met de Heilige Geest en ze hebben hem gezien in levende lijven. Ze hebben hem aangeraakt, met hem gegeten en gepraat. En in dit verhaal verschijnt Jezus in zijn verheerlijkte lichaam nog een 3e keer aan zijn discipelen. En ik vind dit een van de mooiste verhalen die ik ken. En niet alleen omdat je ziet dat Jezus nog steeds in zijn verheerlijke lichaam lekker kan eten en drinken. Dat is ook wel mooi om te zien natuurlijk. Maar omdat je ziet in dit verhaal en leest dat Jezus zijn beste vrienden bezoekt en hem bemoedigt. En we zien hier ook hoeveel Jezus van zijn vrienden houdt. En het is net alsof hij bij zichzelf dacht, ja, ik wil ze gewoon nog een keer zien. Ik wil ze bezoeken, ik wil ze bemoedigen, ik wil ze bekrachtigen. Die groep waar ik 3 jaar lang mee opgetrokken ben, die groep waar ik heel Israël mee op de kop gezet heb, en die groep die straks de hele wereld op zijn kop gaat zetten, de eeuwige, oneindige, de schepper van alles wat leeft, kiest ervoor om nog 1 keer met zijn beste vrienden een broodje en een visje te eten. En dat doen ze aan de oever van het meer van Tiberias. En niet omdat dat een of andere heilige plaats is. Inmiddels misschien wel voor een aantal. Of niet vanwege een of andere instructie of een wet die gevolgd moet worden. Nee. Gewoon omdat zijn vrienden daar aan het vissen zijn en Jezus hen nog 1 keer wil zien. En misschien dacht Jezus bij zichzelf, ja, zo is het 3 jaar terug ook begonnen. Bij hetzelfde meer, misschien zelfs op dezelfde plek, daar zag hij ze voor het eerst. Dezelfde groep jongens. Petrus, Johannes, Jacobus, Nathanael, Thomas en nog 2. Ze waren met z'n 7e. En toen al heb ik ze verteld, toen al heeft Jezus ze verteld wat hun roeping was. Vissers van mensen. Wat een metafoor. Vissers van mensen. Zoveel mogelijk mensen binnenhengelen in het koninkrijk van God. Een koninkrijk van liefde en van genade. Een koninkrijk van het nieuwe verbond. En het is midden in de nacht. Vissen doe je 's nachts. Als Petrus tegen zijn vrienden zegt, ik ga vissen. En ze vangen de hele nacht niks. Dat is frustrerend. En tegen de ochtend staat Jezus daar langs de oever van het meer. En hij roept, hebben jullie soms iets te eten?
Nee, antwoordden de discipelen. En Jezus zegt net als 3 jaar geleden, gooi je net aan stuurboord uit. En het was net als 3 jaar geleden. Hun net zit vol met vis. Nou, dit vind ik een heel mooi stukje in het verhaal. Want, nou, ik ben eigenlijk even op zoek naar 2 vrijwilligers. Wie moet ik ze aanwijzen? Wie wil even naar voren komen? Wie is er vrijwillig? Jeroen? Nog 1. Oh, daar zit 3. Simon, Jeroen, kom. Ja. Nou, goed. Jij bent Petrus? Ja, ja. Mooi, hè? Pas goed, hè? Oké, en jij bent Jezus, ja? We gaan even een klein toneelstukje doen. Jij zit in de boot. Nou, wat is een mooie plek voor een boot? Zullen we doen dat dit een beetje, dat dit is de boot, zeg maar, ongeveer. Ja? Ja. En jij staat langs de oever. Moet je een beetje verder weg staan, niet te dichtbij, want je staat daar langs. Ja, dat is wel een goede plek. Zo, hè? Ja? Goed zo. En jij hebt dus niks gevangen, hè? Je baalt. Dus even een beetje zo'n gezicht van, nou, ik baal, ik ben chagrijnig. Ik heb niks gevangen. Ja, niks. En jij bent Jezus. En jij roept, hebben jullie soms iets te eten? Wacht even hoor. Hebben jullie soms iets te eten? Dat kan beter, hè? Kom maar even iets meer. Je staat langs de oever, hè? Hebben jullie soms iets te eten? Kom maar, hè? Hebben jullie soms iets te eten? Helemaal niks. Niks gevangen. Helemaal niks. Nee. Nou, en dan zeg jij, gooi je net aan de stuurboord. Gooi je net aan de stuurkant. Stuurboord. Dus rechts. Goed zo. Ja, en nu, zit je net vol. Vol met vis. Enorm veel vis. Het net zit vol met vis. Heel veel vis. De enthousiasme druipt eraf, hè? Is toch mooi? Ja. Goed. Dank jullie wel. Zullen we eens even een applausje geven? Goed. Wat een talent, hè, in deze gemeente. Nou. Jezus zegt, gooi je net een stuurboord uit, dan werkt het wel. En Simon Petrus, die heeft opeens een net vol met vis. Hoe kan dat? Om de simpele, bijna simpele reden, want het is natuurlijk geen simpele reden, maar om de simpele reden dat Jezus het zegt. Jezus het zegt. Want het is niet een formule. Het is niet een wet. Dat als je de hele nacht niks gevangen hebt. En je denkt, oh, ik heb niks gevangen. Nou, dan gooi ik me net maar naar stuurboord uit. Dat is niet zo. Dat zou heel gek zijn. Als dat zo was. Maar omdat Jezus het zegt. Lieve mensen, wij zijn geroepen om te luisteren naar wat Jezus zegt. En als wij luisteren naar wat Jezus zegt, dan zit ons net vol met vis. En toen herinneren ze zich het weer. Die discipelen in de boot. Vissers van mensen. Dat was het plan. Dat was de opdracht. Dat was de roeping. En Petrus die bedenkt zich niet en die springt uit die boot en die rent naar Jezus toe.
En dat vind ik zo'n mooi beeld, lieve mensen. Verlies nooit je enthousiasme als het om Jezus gaat. Neem het nooit voor lief. Want het draait om Jezus. En dan zit Jezus, die zit daar. En hij heeft inmiddels een vuurtje gemaakt. Met vis. En brood. En hun hele leven eten ze natuurlijk al vis en brood. Het zijn vissers. Dus dit is wat ze gewend zijn te eten. Maar met Jezus wordt het toch altijd weer iets bijzonders. Met Jezus heb je opeens 153 vissen in je net. Met Jezus heb je opeens 12 manden over. Waarvan je denkt, hé? Een net en nu en hè? En dat is het leven met Jezus. En weet je, dat zijn maar een paar wonderen die hij verricht heeft. Jezus heeft mensenlevens veranderd. Hij heeft lammen genezen. Verlamde mensen die niet meer konden lopen, die konden opeens weer staan en rennen. Blinden die konden weer zien. Doden die zijn opgestaan uit de dood. Te veel om op te noemen. Die Jezus, die wilde nog één keer met zijn vrienden een broodje en een visje eten. En ik denk dat het heel gezellig was. Ik denk dat het echt een super gezellige tijd was. Want Jezus hield van een feestje. Als je de Bijbel leest en de verhalen. Ja, Jezus die was bij elk feest was hij erbij. Zelfs als die zei van, nou ik ga niet, ging die toch. Want hij wilde er gewoon graag bij zijn. Bruiloften, huppakee. En na het eten vraagt Jezus aan Petrus 3 keer of hij van hem houdt. Wist Jezus dat dan niet zeker? Had hij dan twijfels bij Petrus? En wilde die iets van bevestiging? Tuurlijk niet. De reden dat Jezus het 3 keer vroeg, was zodat Petrus 3 keer kon verklaren aan Jezus hoeveel hij van hem hield. En er zijn theologen die zeggen van, nou staat tegenover elke keer dat hij Jezus verraadde, staat ook een liefdesverklaring. Misschien heeft hij het wel voor elk jaar dat ze bij elkaar waren een keer verklaard. Ze zijn 3 jaar bij elkaar geweest. Of zodat de lammeren en de schapen weten dat Petrus echt, echt, echt heel, heel, heel veel van Jezus houdt. Daarna was de opdracht duidelijk. Volg mij. Wijd mijn lammeren. Hoed mijn schapen. En wijd mijn schapen. Weiden en hoeden. Voeden en beschermen. Niet slachten. Of uitsluiten. Niet slaan of schoppen. Of een zwaar juk opleggen. Nee. Weiden en hoeden. Voeden en beschermen. Stick to the plan. En Petrus die geeft zichzelf op dat moment
volledig over aan Jezus. Niet op het moment dat hij stierf omwille van Jezus. Nee, op het moment dat Jezus aan Petrus vraagt, Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief? En Petrus zegt, Heer, u weet alles. U weet toch dat ik van u houd? Lieve mensen, er zit zoveel kracht. Er zit zoveel kracht in het liefhebben van Jezus. En ik geloof dat Jezus het daarom ook vraagt. Petrus, heb je mij lief? Als wij Jezus lief hebben, dan wordt het koninkrijk van de hemel gebouwd. Een koninkrijk dat zo anders is dan deze aarde. Dus zo anders. Weet je, dat is een koninkrijk waar je je vijanden lief hebt. Waar je als iemand je slaat, je de andere wang toekeert. Dat is een koninkrijk waar de arme zegt, ik ben rijk. Waar de zwakke zegt, ik ben sterk. Waar Jezus ons elke keer weer oproept om mensen lief te hebben en niet te veroordelen. Weet je, soms dan merk je gewoon dat God in een seizoen iets doet. Soms dan merk je dat God in een seizoen een bepaald woord spreekt, een bepaald thema neerlegt. En dat is het, dan wordt het opeens duidelijk. En ik geloof dat dit, lieve mensen, dit is het woord voor dit seizoen. Liefde. God liefhebben. Je naaste liefhebben. Dit is waar Jezus ons elke keer weer aan herinnert. Dat zijn koninkrijk een koninkrijk is van onvoorwaardelijke liefde en genade voor iedereen die gelooft. Een koninkrijk waarin je leeft vanuit de geest en niet vanuit het vlees. En pakken we dit nog echt? Of zijn we misschien in al onze goede bedoelingen dat kwijtgeraakt? Hebben we misschien toch weer een muur om dat koninkrijk heen gebouwd met al onze dogma's en onze tradities, onze gewoontes en meningen over van alles en nog wat? Ja, onze manier is toch de juiste? God zegent ons toch? Dan hebben we toch gelijk? Maar Jezus zegt, als je vis wil vangen, moet je het net aan stuurboord uitgooien. Kortom, luister naar wat ik zeg en ga niet zelf bedenken hoe het moet. Hou van mij en van mensen. Jezus bepaalt en niet wij welke vissen er in het net komen. Hij heeft ze alle 153 uitgekozen. En voordat wij mensen uitsluiten, kunnen we dan misschien terugdenken aan dat ene moment dat Jezus ons in zijn armen sloot. Voordat wij tegen iemand zeggen, je ligt eruit, kunnen wij dan misschien terugdenken aan het moment dat God tegen ons zei, kom erin. Kom erin. Hoe is het? Gooi je netten uit en ik zorg dat er netten, dat er vissen in je netten komen. Zet je deur open voor iedereen. Voor de tollenaar. Voor de overspelige vrouw. Voor de dominee. Voor iedereen. En 1 Korinthe 13 legt het zo mooi uit
wat de liefde is. En ik geloof dat Jezus de liefde is in persoon. En als je wil weten wat het karakter is van Jezus, lees je dat terug in 1 Korinthe 13. En de conclusie is, weet je, als alles vergaat, is wat er overblijft de liefde. We kunnen het allemaal zo goed bedoelen, maar het draait om de liefde. En het begint allemaal met de vraag die Jezus aan Petrus stelt. Heb je mij lief? En lieve mensen, dit is wat de wereld nodig heeft. Een kerk die van Jezus houdt. Mensen die hier binnenkomen, die willen een ontmoeting met Jezus. En wie zijn wij dat wij daar tussenin gaan staan? Wie zijn wij om daar voorwaarden in te scheppen? Ze willen een ontmoeting met de levende God. En ik geloof dat Jezus ons vanmorgen de vraag stelt: heb je mij lief? Heb je mij lief? Klaas, heb je mij lief? Carla, heb je mij lief? Peter, heb je mij lief? Luid, heb je mij lief? Harry, heb je mij lief? Vul je naam zelf maar in. Heb je mij lief? Waardevol Leven Gemeente brengt mensen voort die zijn gefundeerd in genade, gedreven door liefde, geleid door de geest en gericht op de grote opdracht.